Welkom bij De Bank. Een nieuwe aflevering vandaag met als gast Niels Eriks. Niels, welkom. Jij bent van de firma Van Stenen naar Saldo en van Bloetjes en Eriks. Ja, dat klopt. Ja, maar we gaan eerst eens naar de wieg van Niels Eriks. Waar heeft hij gestaan? De wieg die heeft gestaan op het eiland Wieringen, het voormalige eiland Wieringen. En wel in Westerland. En daar ben ik eigenlijk grootgebracht door mijn ouders gedurende 20 jaar. En vervolgens ben ik gaan studeren in Utrecht. Ja. Dus. Wat voor nest kom je? Wat deden je ouders? Nou, mijn ouders, mijn vader die was timmerman, altijd in de bouw gewerkt. En mijn moeder die zat in administratie. Die deed allemaal alles wat met belastingen te maken had. Deed ze van alles. En eigenlijk een heel, heel warm nest, sportief nest ook. Mijn vader was een goed schaatser. En mijn moeder die ondersteunde dat enorm. En dat sport is destijds met de paplepel ingegoten. Is nu alleen nog maar passief. Althans, ik sport wel weer. Maar tot mijn 25 is het ook wel veel gesport, veel gewielrend. Maar nu is dat vooral vanaf de zijlijn dat ik dat volg. Ja, nou, we gaan het straks nog wel over sport hebben. Toch even terug. Ja, vader timmerman, moeder in de administratie. Twee totaal verschillende takken van sport. Twee totaal verschillende takken van sport. Mijn vader die is echt super handig. En mijn moeder die is enorm oplossingsgericht. Althans, die was altijd heel oplossingsgericht. Dus die zag altijd overal mijn mogelijkheden in. En die combinatie die zie je denk ik wel een beetje in mijzelf terug. Dat ik ben niet super handig met mijn handen. Maar ik ben wel heel oplossingsgericht met alles wat ik doe. En daar heb ik privé mijn voordeel van. En ook in mijn werk. Ja, is dat dus meer van mams dan van paps? Ik denk meer van mams dan van paps. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Hoe was de gezinssamenstelling? Heb je broers, zusters? Ik heb één zus, Karen, en die is een jaar ouder. En die werkt al eigenlijk het hele leven in de zorg. Mm-hmm. En die heeft ook lang ook op Wieringen gewoond. Toen is een tijdje naar Alkmaar gegaan en is weer teruggegaan naar het mooie eiland Wieringen. En ik kom er zelf ook nog steeds erg graag. Ja, want het is mooi daar, hè? Westerland, Wieringen. Het is een heel bijzonder stukje Kop van Noord-Holland. Zeker, zeker. Mensen gaan graag naar Texel. De boot is natuurlijk hartstikke romantisch. Maar de schapendijkjes, zoals ze dat noemen, die heb je ook gewoon op Wieringen. En het heeft toch een beetje, het is toch een echt stukje ander landschap dan de rest van de Kop van Noord-Holland. Ja, de hele Kop van Noord-Holland is vlak, is polder, ligt onder zeeniveau. Wieringen is glooiend. Je hebt af en toe het idee dat je in Limburg rondrijdt, toch? Zeker, zeker. Het is zelfs ook op de fiets dat je denkt van, hey, er zitten hier zelfs hellingen of kleine bergjes. En ook de dorpskernen, het is echt een superleuke eiland. Wij noemen het ook nog steeds een eiland. Ja. En ben je eens in Wieringen, dan verandert dat ook nooit. Ben je dan altijd in Wieringen, ook al woon je daar nu niet meer? Ja, het is altijd nog wel een thuiskomen en ik kan met veel mensen op Wieringen altijd goed vinden. Sommigen zeggen een beetje apart slag, maar ik vind het altijd heel prettig om daar te komen. Ja, ja. Wat maakt een Wieringer een apart slag? Nou ja, misschien toch, ik weet niet of het echt of eigenwijs of dat het goede is, maar ja, toch wel een beetje overtuigd van het eigen gelijk. Daar heb ik zelf ook wel wat last van, maar ook, het heeft ook je voordeel. En dat is op Wieringen ook. Je moet wel soms de mensen wat overtuigen. Ja. Ja. Je hebt daar lang gewoond. 20 jaar zei je net? Klopt. Ja? Klopt. Dus dat betekent dat je ook je lagere schooltijd op Wieringen hebt meegemaakt. Wat voor jeugd was dat? Lagere school ook op Wieringen. En dat was vooral heel veel buiten. Ik was echt buitenkind. En dat betekent dat je was of aan het voetballen met schoolvriendjes. Of ja, balletje trap wat je in die tijd deed. Of er was ook een boerderij op Westerland van de familie Broersma. Waar eigenlijk heel veel kinderen altijd rondzwierven. Dus het was echt een heel actieve jeugd. Ja. Ja, superleuk. Veel vriendjes en vriendinnetjes. Was Niels een populaire jongen in de klas? Was je een stille? Nou, ik was niet de popiopie. Dat zeker niet. Maar ik zat niet als een stil muisje achter in de bus. Dat was ook niet mijn rol. Gemiddeld. En gewoon een gemiddeld kind. Ja, ja. Zeker. Ja. Wat ben je na de lagere school gaan doen? Na de lagere school ben ik naar de HAVO gegaan. Dat was de RSG Wieringenland in Wieringenwerf. En ook daar heb ik een superleuke middelbare schooltijd gehad. Dus dat was heel leuk.
En daarna ben ik naar Utrecht gegaan en ben ik daar gaan studeren. Ja, ja. En wat voor studie was dat? Dat was een studie, dat heette bedrijfskunde, was economische bedrijfskunde. Ik wist eigenlijk niet helemaal wat ik wilde, maar ja, dan ga je naar een HO en dan kom je daar terecht. En zo, ja, ik heb daar een paar jaar gezeten en mijn diploma gehaald. Nee, je was geen tiener met een droom. Sommigen willen, ik wil brandweerman worden of bij de politie of piloot, maar zoiets had jij niet? Nou, dat had ik ook wel, maar dat was eigenlijk een beroepsklasse waar er niet heel veel van in doorbreken. Vroeger keek ik altijd met mijn vader naar wielrennen. En dan had je een wielrenner, die heette Jan Raas. En dat vond ik fantastisch. Ja. Toen was ik echt nog een heel klein jongetje. En vervolgens, toen vonden we dat schaatsen, vond ik ook heel erg leuk. Het was een goede schaatsen. En dat was Hein Vergeer, meervoudig wereldkampioen. Schaatsen zo mooi. Toen wilde ik Hein Vergeer worden. En daar wilde ik ook wel mijn geld mee verdienen. Maar dat was voor zo weinig weggelegd. En zoveel talent had ik niet. Dus dat ging niet lukken. Dus heb je ambitie... wel een poging ondernomen of dacht je al vrij snel van dit wordt hem niet? Nou, met het schaatsen had ik al vrij snel dit wordt hem niet. Ja. Daar had ik echt talent niet voor. Met het wielrennen had ik dat idee wel. Maar ook dan moet alles zo ontzettend meezitten. Je moet echt wel heel veel talent hebben om je geld met sport te kunnen verdienen. En dat zat er helaas gewoon net niet in. Maar ik vind het nog steeds fantastisch. Ja. Meestal is de middelbare schooltijd ook de tijd dat jij je eerste baantje begint. Wat was jouw eerste jeugdbaantje? Eerste jeugdbaantje? Ja, nou, dat was eigenlijk het baantje van mijn zus. Mijn zus die had de krantenwijk. En die liep niet altijd die krantenwijk. Dus dan nam ik dat gewoon lekker over. Ja, en voorts ook even kort bij de boer bollen gepeld. Dat was denk ik wel dan het eerste. Vond ik niet zo heel leuk, maar mijn oom die heeft hier in de buurt van Schagen had een tuindersbedrijf. In de winterpeen zat hij. En daar kon ik ook al vrij snel werken. Dus in de zomers ging ik op het land werken bij mijn oom. Ja. We moeten denken aan een artikel dat we van de week in de pers hebben gezien over bollenpellen. Dat er tegenwoordig geen Nederlandse jongere meer is te vinden die bollen wil pellen. Maar in jouw jeugd was dat een redelijk gangbare zomerjob volgens mij. Ja, echt iedereen. Nou, ik zou niet zeggen iedereen, maar echt heel veel jongeren die gingen gewoon bollen pellen bij de boer. Het was ook hartstikke gezellig. Het was het werk aan zich vond ik zelf saai. Maar de sfeer eromheen, dat was hartstikke leuk. Radiootje aan, meezingen met de radiootje aan, exact. Ja, ja, altijd die nummers die je dan in die schuur hoorde. En als je dan later een keer in de auto zat of op de fiets zat en je hoorde dat nummer, dan moest je elke keer aan die stinkende bollen denken. Dat was al een dingetje. Ja, ja, ja. Verliefd, verloofd, getrouwd? Verliefd, verloofd, getrouwd. Ja, ik ben getrouwd met mijn vrouw Simone. En we hebben twee zoons van 11 en bijna 13. En we wonen in Schagenbrug. En ja, gaat allemaal goed. Mijn vrouw die heeft geen onderneming. Ik heb daar komen straks denk ik op. Die werkt bij een bedrijf in Langendijk. Die zit in de transportbanden. En ja, super leuk. Ook een hartstikke sportief gezin. Ja, Schagenbrug, leuk dorp. Schagenbrug, leuk dorp. Goed verenigingsleven. Mooie vereniging, Vesdo. Tennisvereniging die actief is. Ook in de winter, als er ijs ligt, ook nog een actieve schaatsvereniging. Ja. Ook een leuke evenementencommissie waar allemaal leuke evenementen worden gehouden. Dus voor als je van een dorp komt, zoals uit een dorp als Westerland, dan is Schagenbrug eigenlijk de prima stap. Ja. We gaan het straks hebben over het vervolg van je carrière. Wat ging je doen nadat je in Utrecht hebt gestudeerd? We gaan eerst naar de onderbreking. Muziek hebben we gevraagd aan je. Daar kwam uit Queen, I Want to Break Free. Ik moet dan altijd denken aan een stofzuigende man. Maar vertel, vanwaar deze keuze? Nou, ten eerste, Queen vind ik zelf fantastisch. En I Want to Break Free. Het is niet dat ik met een stofzuiger loop met dameskleren aan thuis. Maar ik vind dat gewoon een hilarische clip. En ook van deze tijd, weet je, er is heel veel te doen over allerlei dingen. Sommige mensen noemen het woke en andere dingen. Juist die acceptatie. Dus allebei, alles is goed, zegt een vriend van mij altijd. Dus dat vind ik heel leuk en ik vind het gewoon een heel lekker nummertje. Ja. Dus ja, prachtig. Nou, we gaan er naar kijken. Queen, I Want to Break Free. En dat was Queen, I Want to Break Free. De favoriete plaat van Niels Eriks. Van Bloedjes en Eriks en van Stenen naar Saldo. We gaan het straks over de bedrijven hebben. Maar eerst even terug naar Utrecht.
Je volgde daar onderwijs. De Hogeschool van Utrecht, is dat? De Hogeschool van Utrecht, ja, ja klopt het. En daar deed je iets in de financiële sector al? Daar, of in de, nou wat was het? Nee, je hebt het gezegd. Het was bedrijfskunde, ja. Maar het was economische bedrijfskunde. Dus je kreeg wel heel veel economie. Met name het vak commerciële economie vond ik erg interessant. En ja, eigenlijk ben ik wel een beetje uiteindelijk gaan doen. Niet bedrijfskunde, maar wel een beetje economische richting op. Richting het bedrijfsleven. Dus ja. Dat sloot uiteindelijk wel aan. Wat trok jou daarin aan? In de financiële, ja, in de financiële sector of in het bedrijfsleven of de bedrijfseconomie? Nou ja, ik kwam eigenlijk terecht bij een bank eigenlijk. Bij toeval was dat. Ik zat eigenlijk eerst in de kwaliteitsprojecten voor grote bakkerijen. Dus eigenlijk broodfabrieken. Maar dat voegde mij niet helemaal. En toen kwam ik eigenlijk bij een bank terecht, een lokale bank. En die dienstverlening vond ik eigenlijk hartstikke leuk. En zo ben ik daar eigenlijk ingerold. Maar het was wel zo dat ik was eigenlijk wel wat te ondernemend om voor een bank te werken. Dus dat zat me ook wel eens in de weg. Ik voelde me niet echt een ondernemer, maar ik was wel te ondernemend om voor een bank te werken. En ja, uiteindelijk toen in 2011 al, toen dacht ik van ja, dit kan ik eigenlijk zelf, ja, een beetje gek gezegd, kan ik zelf beter. Ja. En de dienstverlening de wereld veranderde. En ik dacht van joh, weet je, het lokaal aanwezig zijn als goede dienstverlener. Dat gaat de toekomst zijn. Ja, want je werkte destijds bij, we kunnen de naam noemen, dat was de Rabobank, ja, volgens mij. Ja, dat klopt. Daar heb je een aantal jaren gewerkt. Ja. Wel ja. Een bank die zeker in die periode redelijk dicht bij de bewoners en bij de bedrijven stond. Ja, zeker in het begin. Dat klopte. Ik vind eigenlijk nog steeds wel de medewerkers die daar werken, lokaal werken. Die staan wat mij betreft nog steeds wel dicht bij de mensen. Want die zitten ook bij tennisverenigingen en bij voetbalverenigingen. En die hebben ook een luisterend oor. Maar de organisatie zelf is natuurlijk erg groot. Maar in die tijd kon je echt nog wel wat voor iemand betekenen en wat extra's doen. En had je nog zelf daar invloed op. Die invloed werd al minder. Ja, en dan voel je een beetje minder taakverantwoordelijk, noem ik het wel eens. Ja, en dan raakt het plezier soms een beetje weg. En je gaat dan nadenken over andere stappen. En nou, was eigenlijk de stap naar zelf ja, die diensten aan klanten verlenen. Dat was eigenlijk een hele logische stap. Ja, maar ook best wel lastig van de zekerheid, de zekere omgeving van in loondienst zijn bij een bank, naar de onzekerheid van een zelfstandig ondernemer. Ja, ja, er zit altijd een stukje van onzekerheid in. Maar daar was ik eigenlijk zelf helemaal niet bang voor. Tuurlijk, ik vond het eigenlijk meer een uitdaging. En er kan zoveel misgaan. En of dat nou in het verkeer is, of dat het nou met je financiën te maken heeft. Of op gezondheidsgebied. Ja, ja, weet je, ze zeggen wel eens, de angst moet niet regeren. Nou, zo zit ik er eigenlijk zelf ook een beetje in. Ja. Dus ik was eigenlijk helemaal niet bang. Ja. En wat deed de bank waarvan jij dacht, dat kan ik beter? Nou, met name de dienstverlening zelf aan de klant. Dus zorgen dat je luistert naar de klant, naar de consument. En dat je echt de tijd ervoor neemt die daar ook voor nodig is. En niet werkt in vaste stramine. En ik zie nog steeds dat we daar echt als kleine financiële dienstverlener een voorsprong in hebben. Je hebt meer je handen vrij om te luisteren naar een klant en ook aan zijn wensen tegemoet te komen zonder dat je gevangen zit in de structuren van een grote organisatie? Exact, exact. En op het moment dat dat bij je past, is dat natuurlijk prima. En op het moment dat dat voor jou past als klant, is dat ook prima. Maar voor iedereen is er ruimte in de vijver. Ja. En deze jas past mij het beste. Dus ik ben heel blij met die stap. Ja, maar in de tijd dat jij bij de bank werkte, dat was ook volgens mij de tijd van de kredietcrisis, de eerste, 2008. Ja, dat klopt. Ik heb een periode nog 4 jaar lang bij Postbank gewerkt. Dat werd toen ING. Dat was de bank met de blauwe leeuw. Hmm. En toen ging ik weer terug naar de Rabobank. En inderdaad, dat was een echt hele spannende tijd. Dus al had je me toen in 2008, 2009 gevraagd van nou, ga je nou voor jezelf beginnen? Nou, dan had dat op dat moment niet meteen natuurlijk de keuze geweest. Toen was wel heel veel onzekerheid. Ja. Maar toen 2 jaar later, toen had ik dat al in mijn hoofd. En toen nog een paar jaar later heb ik die stap ook daadwerkelijk genomen. Dat was 2011? Ja, 2011 toen liep ik daarmee in mijn hoofd om dat te gaan doen. Ja. Uiteindelijk is de onderneming pas in 2016 gestart. Dus dat is nu 7 jaar.
En ben ik nu 7 jaar zelfstandig ondernemer. En wat gebeurt er dan in die 5 jaar van het, je hebt een idee in 2011, je wil voor jezelf, maar dan duurt het toch nog 5 jaar voordat het echt zover is. Wat gebeurt er dan in die 5 jaar? Ja, ik ga niet over 1 dag de ijs. Dus het is niet zo dat ik zomaar zeg van ik ga even voor mijzelf. Kijk, er moet natuurlijk wel iets zijn waar mensen ook op zitten te wachten. En ik wilde niet de zoveelste financieel tussenpersoon worden. Het zoveelste verzekerings- en hypothekenkantoor. Want ja, wij houden ons onder andere bezig met hypotheken. Ja, en er zijn best wel veel, ook in Schagen best veel verzekerings- en hypotheekkantoren. Dus allemaal hebben we zijn eigen plek. Maar ja, ik moet dan niet hetzelfde gaan doen. Nee. Dat was mijn idee. Dus wilde je het anders gaan doen? Dus wilde ik dat anders gaan doen. En heb ik echt gekeken naar waar zit de markt op te wachten. En waar in die periode de markt op zat te wachten. En waar ook mijn kwaliteiten lagen, vond ik zelf. Kreeg ik ook terug. Dat was met name de ondernemer die een huis wilde kopen en daar centjes voor nodig had. En een ondernemer die centjes nodig heeft, dat is altijd andere koek dan iemand in loondienst. Dat is allemaal goed. Banken zoeken, en dat gebeurt volgens mij steeds meer, naar zekerheid. Banken zoeken naar zekerheid. En die zoeken echt naar een goede vertaling van wat de ondernemer te bieden heeft. Financieel, maar ook zijn plan. Zodat de bank die centjes kan geven. Wij doen zaken met heel veel banken. En weten dan ook tegelijkertijd welke klant het beste bij welke bank past. Ja. We gaan het straks verder hebben over die onderneming. En over, ik heb 2 namen genoemd al een paar keer. Nou, wat doet de een, wat doet de ander? Eerst naar de filmtrailer. Je hebt als film Lion opgegeven. Juist. Wat is het verhaal achter die film? Nou, het verhaal achter die film dat gaat over een klein jongetje. En die woont in India. En die is heel arm. En vervolgens dan gaat hij met zijn broer erop uit naar de grote mensenwereld. En dan verongelukt zijn broer en raakt hij zoek in de grote stad. En hij is helemaal ontheemd en is hij zijn moeder kwijt. En vervolgens ontstaat daar een verhaal. Dat jongetje dat wordt geadopteerd door Australische mensen. En helemaal het eind van de film vindt hij weer zijn moeder terug. Maar het is zo'n ontzettend aangrijpende film. Dat als je eenmaal die film gekeken hebt, die blijf je zo bij. Althans, in mijn situatie dan. Ja. En die film heb ik gezien toen mijn zoontje, mijn jongste zoontje, ook nog klein was. Daar heeft het misschien dan ook wel mee te maken dat die film jou zo aangrijpt. Exact, ja. Exact. Je ziet eigenlijk je eigen zoontje, zie je daar verdwaald in de grote stad rondlopen. Ja. En dat was zo'n aangrijpende film dat ik denk die film moet kiezen. We gaan kijken naar de trailer van Lion. Het aangrijpende, waargebeurde verhaal Lion. De favoriete film van Niels Eriks. Vandaag te gast op de bank. We hebben het al gehad over de 2 bedrijven. Laten we het eerst over Bloedjes en Eriks hebben. Daar zit jouw naam in. Is het daarmee begonnen? Daar is het niet helemaal mee begonnen. Het is eigenlijk gewoon begonnen met Eriks. En daar kwam eigenlijk Bloedjes kwam daarbij. Want ik werkte met Richard samen. Althans, die huurde ik in als ZZP'er, want ik had het eigenlijk al vrij snel veel te druk. Nog steeds hebben we wel veel werk, maar Richard die deed het zo goed dat we hadden zoiets van, nou, we moeten die samenwerking, dat moeten we uitbouwen. En we hebben uiteindelijk voor gekozen om de naam ook te veranderen, want dat ging zo prima. Dat het heet nu Bloedjes en Eriks. En we hebben een filiaal hier in Schagen en in Limmen inmiddels. Ja. Ja. Oké, en van waar Limmen? Woont Richard daar dan? Ja, nou, ja, mijn collega Richard die woont daar. Ah. En wij geloven in dat lokale concept. Dat je moet met je poten in de klei en je moet zijn waar je klanten zitten. En je moet gewoon weten waar het over gaat in het gebiedje waar je woont. Ja. Dus vandaar. Ja, want je hebt al gezegd, jullie adviseren vooral bedrijven en ondernemers die financiering nodig hebben voor alleen woningen of ook om hun bedrijf te financieren? Nou, het zijn vooral ondernemers die een woonhuis kopen. Dat is waar onze specialiteit ligt. En uiteraard helpen we ook mensen die in loondienst zijn. Maar dat is niet de specialiteit. Dat kunnen eigenlijk heel veel collega-kantoren kunnen dat ook. Of concurrenten, net hoe je dat wil noemen. Maar in het verlengde van ondernemer in privé noemen wij dat heel mooi. Helpen we ook wel mensen voor bedrijven die bijvoorbeeld een bedrijfsunit nodig hebben. Of een bedrijfsbus, dat ze zeggen we kunnen dat niet helemaal met eigen geld financieren. We hebben daar wat centen voor nodig om een bedrijfsbus te leasen of te kopen.
Dat doen we inderdaad ook. Ja. Ja. Dus op het moment dat een ondernemer geld nodig heeft om iets te realiseren, dan kunnen ze in principe bij jullie aankloppen. Dan kunnen ze bij ons aankloppen, klopt. Ja. Want we hadden het net voor de pauze al even over dat banken vooral zoeken naar zekerheid voor hun klanten. En een ondernemer die bij een bank komt en die een financiering nodig heeft voor bijvoorbeeld een eigen woning. Ja, dat is nog niet zo simpel. Dan moet je jaren administratie overleggen en aantonen dat je een stabiel bedrijf hebt. Klopt. Is het ook zo moeilijk? Nou, dat valt mee. Kijk, het is, als de centjes verdiend worden en je kan het goed vertalen richting de bank, dan is er echt wel veel mogelijk. En voorheen werd er wel eens gezegd, je moet minimaal 3 jaar zelfstandiger zijn, anders hoef je niet eens aan te kunnen kloppen. Nou, dat is echt wel verleden tijd. Maar goed, er moet er wel potentie in zitten en het helpt ook als je wat eigen spaargeld kan inbrengen. Dus als je wat gespaard hebt, dan kan de bank ook zien van oké, we hebben en zekerheid en je hebt laten zien dat je ook wat geld over hebt. Dus ja, dat geld kan je dan ook besteden aan bijvoorbeeld woonlasten. Ja. Klopt. En daarnaast zijn jullie begonnen met van steden naar saldo. Juist. Is dat een concept wat onderdeel is van Bloedjesneris of is dat een heel totaal apart staand ding? Nou, dat is eigenlijk natuurlijk een onderdeel van. Het is een onderdeel van Bloedjes en Eriks. Maar we hebben wel gezegd, het moet makkelijker zijn. Er was een andere behoefte naast ondernemers. Dat zagen wij in de periode dat de gasprijzen omhoog gingen. Maar ook op het moment dat de boodschappenmandje duurder werd. Dat er best veel ouderen zijn met heel veel overwaarde in hun huis. Maar met een relatief laag inkomen. En die konden eigenlijk de auto niet meer rijden, want dat werd te duur. De boodschappen die konden eigenlijk niet meer betaald worden. En ze hebben eigenlijk sinds het zomer vorig jaar hebben we daar wat extra aandacht aan besteed. En toen zeiden we, ja, er is eigenlijk helemaal geen duidelijke website. Vinden we eigenlijk in heel Nederland. Die eigenlijk alleen maar bezig is met het zorgen voor overwaarde hypotheken voor senioren. En daar zijn we ingestapt in de zomer. En het merk zelf hebben we per 1 april dit jaar hebben we in de lucht gezet. En daar hebben we ontzettend veel respons hebben we daarop. Dus er is zo'n behoefte bij oudere mensen die veel overwaarde hebben in hun huis. Om dan toch nog gewoon leuke dingen te kunnen doen. Dus of je koopt een camper of een auto. Of je schenkt het aan je kinderen. Of ja, je gebruikt het inderdaad om gewoon wat ruimer te kunnen leven. Om zelf wat leuke dingen nog te kunnen doen die je anders niet zou kunnen doen. Aan de andere kant denk ik, een bank staat niet te springen om een 60 of 70 plus er nog extra geld te geven, lijkt me. Want ook die bank wil uiteindelijk die centen weer terug hebben. Die bank die wil uiteindelijk die centen terug. Dus die bank die krijgt ook zijn centen terug. Maar die krijgt zijn centen pas terug als het huis wordt verkocht. En ja, het is niet natuurlijk altijd makkelijk. Hè? Als iemand de banken die hanteren ongeveer, er zijn maar een paar banken die het doen ook. Ja. Dat is ook nog een dingetje. Je moet toch wel minder dan de helft van de waarde van je huis mag je een hypotheek hebben. Anders dan begint de bank er niet aan. Want ze willen toch nog steeds zekerheid. Ja. Dus ook als je een huis hebt van 1 miljoen en je hebt 500.000 euro overwaarde, dan vindt de bank dat toch nog lastig. Ze kijken dan toch naar het percentage wat je dan van de woning aan hypotheek hebt. Dus 40%, 45%, 50%, veel hoger gaan ze niet. Nee. Maar goed, bij jullie kunnen mensen die een eigen huis hebben, die wat ruimer willen leven, op een oude dag terecht om te kijken wat zijn de mogelijkheden om een deel van die overwaarde van mijn woning te verzilveren. Exact, exact. Ik zelf heb samen met mijn collega Ronald Kok, is ook een schaargenees, hebben wij ons er echt wel op gespecialiseerd. En Ronald ook, die denkt in mogelijkheden. En we proberen echt heel veel ouderen op dit moment te helpen om het centjes uit de stenen te halen. En nou, er is blijkbaar vraag, want we hebben gewoon de agenda's goed gevuld. Dat was mijn volgende vraag. Is er heel veel behoefte aan, maar het blijkt dus. Ja, ja. We horen zelf van collega-kantoren, omdat wij er veel aandacht aan besteden, dat ze gebeld worden. Doen jullie dat ook? En ik zie dat dan eigenlijk alleen maar als een compliment. Ja. Is het een blijvertje van stenen naar saldo, denk je? Ja, dat is een blijvertje. Ja? Ja, zeker. Ja. En waar staat Niels dan over 5 jaar? Doet hij dat dan nog steeds? Ja, over 5 jaar nog wel. Ik heb wel een stip op de horizon gezet. Ik probeer wel zelf wat minder gesprekken met onze klanten te doen. Ik probeer wel, want ik heb, ja, de adviezen kosten ook veel tijd. En uiteindelijk zit er maar een aantal beperkt aantal uren in een dag. En ja, als je dan veel klanten krijgt, dan is het soms wel eens schipperen tussen, ja, wat neem ik nog aan klussen en wat niet.
Want dat is als kleine ondernemer soms wel een uitdaging om te zorgen dat je even goed je werk nog weg kan krijgen. Maar gelukkig hebben we nu voldoende goede mensen. Ja, want je kan er ook denken, goed, ik heb zoveel werk, ik kan dat in mijn eentje niet aan. Ik neem er 1 of 2 of 3 of 4 mensen bij aan. Ja, dat zou kunnen, maar ik ben niet iemand die gelooft in een groot bedrijf, althans voor mezelf. Want dan kunnen we niet als de markt verandert. Ik vergelijk ons wel eens met een roeibootje. En als de wind verandert of als de stroming verandert, kunnen wij snel de andere kant op roeien. Ja. En op het moment dat wij wat groter worden, dan kunnen we dat niet. Nadeel is dat je wat minder goed kan opschalen als het druk wordt. Ja, en je bent soms misschien, is het wat lastiger om de kosten laag te houden. Ja. Doen we wel ons best voor, want we willen niet dat het hoge nood aan onze klanten sturen. Dus er zit ook nadeel aan een klein bedrijf, dat is wel zeker. Maar je wil vooral niet gaan lijken op de bank waar je juist vandaan komt. Exact. Ja. Nog een paar dilemma's tot slot. Een huis kopen of huren? Een huis kopen of huren, dat is ook een hele goede vraag. Voor veel ouderen kan het soms handig zijn om je huis maar te verkopen en te genieten van de overwaarde van je huis door dat geld maar op de bank te zetten. Ja. En dan is huren toch soms praktischer en ook voor een starter. Als je met z'n tweeën begint, is huren, als je aan een huurwoning kan komen, want dat is best lastig, ja. Is huren in het begin helemaal niet slecht. Dus dilemma, eerst maar huren. Eerst maar huren. In dienst bij de bank of eigen baas? Eigen baas. Die kwam er makkelijker uit. Schagenbrug of Westerland? Uiteindelijk Westerland. Ga je daar ooit naartoe terug? Ik denk het niet. Want ik heb een vrouw die komt van het dorpje Tolken. Dus Schagen, Tolken. En die zie ik niet verhuizen naar het eiland. En ik moet ook zeggen, Schagen is een fantastische stad met een dorpskarakter. En je hebt hier eigenlijk alles. Dus ik voel me eigenlijk supergoed thuis in. Ik zeg Schagen, maar ja, Schagenbrug. Schagenbrug is eigenlijk de mooiste buitenwijk van Schagen, zeg ik wel eens. Kijk. Dus ik ga hier niet meer weg, denk ik. Nou, die kan Schagenbrug in een zak steken. De allerlaatste. Ik wil een huis gaan kopen. Moet ik dat nu doen? Of moet ik toch nog even wachten? De prijzen gaan wellicht naar beneden. Rente doet nog wat. Heb je een advies? Nou nee, je moet, als je de plek die je ziet graag wilt hebben en je kan het betalen, dan moet je het gewoon nu kopen. Koop je een huis als belegging, moet je niet kopen. Het is helder. Ik vond het leuk dat je te gast was op de bank. Ik wens je veel succes met beide bedrijven, Van Steenen en Saldo en Bloedjes en Eriks. Fijn dat je het gast was. Dankjewel. Dankjewel. Dit was De Bank van deze week. Volgende week hebben we een nieuwe gast op de bank. Dag.